Het antwoord is gewoon nee, want Tankovic met 5 doelpunten en Muren met 3 treffers zijn er vandaag niet bij. En ook Druif, goed voor 4 doelpunten, speelt niet mee met AZ. Dat het doet met Freddy Friday in de spits. Dit is de actie van Garcia. Uitstekende actie van hem. En dan voor de voeten van Til. En het eerste schot van de wedstrijd in die openingsfase tussen Jong AZ en AFC. Jong AZ dat graag kampioen wil worden. Hier Hens, het appel. Maar scheidsrechter De Winter is zich van geen schuld bewust en geeft dus geen strafschop. We zien wel die arm even bewegen van Ouwe Jan, maar het was dus geen penalty. Willemsen namens AFC richting Sutorius, die vanuit het middenveld komt. Gevaarlijk. Maar daar is dan de doelman. En dat is Olij, de doelman van Jong AZ. AFC dat even schrok in die openingsfase, maar daarna wat de wedstrijd in handen kreeg. Het paasje is van achteruit, van Nijpels. Van de Brink, Willemsen, die kijkt. Willemsen die kijkt nog een keer. En ziet dan het hoofd van Bosma. En dan is het 1-0 voor AFC. Prachtige treffer. Uitstekende voorzet van Marien Willemsen. Kijken en dan komt Bosma uitstekend voor zijn man. Die is Levi Opdam kwijt en dan is het 0-1 voor AFC. Dat dus zo graag in de top wil meedoen van die tweede divisie. Opdam met Helmer. Jeremy Helmer. Een van de smaakmakers bij de ploeg van Martin Haar. Voorzet van Opdam. De kopbal is daar, ik zei het al, van Jeremy Helmer. En dan duikt hij zomaar op in de doelmond voor Zonneveld. Uitstekende middenvelder daar bij Jong AZ. Garcia. Helmer, combinatie. Garcia gaat dan goed door. Garcia. En dan is dit een wilde actie. Maar geen strafschop. Daarvoor wel de overtreding gezien door De Winter. En dus de vrije trap voor Jong AZ. Met Seuntjens. Seuntjens. En dan de paal. Het is Seuntjens zijn vrije trap die plotseling zomaar op die paal belandt. En het was dus niet Hatzidiakos die ertussen zat. Tweede helft dan. Bij die stand van 0-1 nog altijd voor AFC. Sutorius gaat. De paas is van Richard. Maar het linkerbeen van Sutorius staat niet op scherp. AZ dan, dat gaandeweg die tweede helft wat beter in de wedstrijd komt. En ook gevaarlijker moet gaan worden. Want dat is wat Martin Haar aangegeven heeft bij zijn spelers. Seuntjes. Helmer. Helmer nog altijd. Helmer en dan dit met links. Maar geen problemen voor doelman Zonneveld. De verdediger, Beker, die meedoet. Garcia. Garcia, weer die slalom en dan met links. Maar ook hier is het Zonneveld die in de baan van het schot ligt. Het is in ieder geval wat gevaarlijker richting het doel van AZ in tegenstelling tot de eerste helft. Hier weer Zonneveld op de inzet van Friday. En zo komen de kansen en de problemen voor Tom du Châtelier en AFC. Want hoe lang houdt die ploeg nog stand? Het foutje van Grootvaam. AZ dan met Garcia. Garcia en die is een goed paasje op Friday. En die maakt dat uitstekend af. En dan staat de 1-1 volkomen terecht weer op het scorebord. Freddy Friday op het paasje van Garcia. Met de linkervoet stift hij hem over Zonneveld heen. En dan is het gelijk op het AFAS trainingscomplex van AZ. Met Beker. Goeie aanname, weer van Helmer. Daar de combinatie met Friday. Friday, oh, wat een prachtige goal van Freddy Friday. De vreugde is, laten we zeggen, wat koeltjes. Maar dit is wel een hele mooie goal van Freddy Friday. In de bovenhoek, boven Zonneveld. En AZ terecht op voorsprong. En AZ gaat door. Weer met Friday. Combinatie met Garcia. Garcia, maar daar zit Zonneveld tussen. En weer dus gevaar voor de ploeg van Martin Haar. Jansen namens AFC.
En daar de actie weer. Waar AFC nu toch eens gevaarlijk moet worden. Grootvaan, Jansen, het is druk. En dan door de benen van de doelman Olij. En dan is het gelijk. De goal komt op naam van Matthijs Jessen. Die hier met enig geluk de bal voor zijn voeten krijgt. Maar hem door de benen speelt van Olij. En wat baalt haar daar van die gelijkmaker. Einarsson, de invaller. Met de bal op Seuntjes. Einarsson krijgt terug. En dan komt die voorzet er niet. En dan gaat de tijd dringen. En heeft de AFC misschien wel het meest aan dit gelijke spel. Nog eens de kopbal. Daar. Maar weer geen treffer. De kopbal was van Garcia. Inmiddels ver in de blessuretijd. Einarsson. En dan pakt Zonneveld die bal. En dan is het bij Jong AZ in een toch wel aardige wedstrijd 2-2 geworden. En dan lukt het de ploeg van Tom du Chatinier weer om in de slotfase langs zij te komen.